Lucinda. Violette, je laat me schrikken. Sorry, dat was niet mijn bedoeling. Maar je deed het wel. Ga je op je kamer eten? Wat kan jou het schelen waar ik eet? Lucinda, je gaat je moeder uit de weg, hè? Kom eens hier, ik wil iets zeggen. Kom. Ik wil dat je weet dat we de problemen met je moeder samen kunnen oplossen. Ik kan je helpen. Nee, jij kunt me niet helpen. Ik kan je wel helpen. We zijn familie. En zij komt het niet te weten. Maak je geen zorgen. Je kunt me alles vertellen. Echt waar. Accepteer nu één keer, Violetta, dat ik bij dit gezin hoor en dat ik absoluut wil weten wat er zich in het huis afspeelt. Ik denk dat je me verkeerd hebt begrepen. Wat ik bedoelde was dat... Wat een onzin. Ik heb jou heel goed begrepen. Wat denk jij? Dat alles om jullie drieën draait? Nee, sorry, jullie vieren. Ik vergeet Angie, die ik hier dansend en zingend aantref, terwijl niemand mij iets vertelt. Papa zou het zeggen van de repetitie. Ah, heel fijn, maar hij heeft mij niks verteld. Hij heeft nooit tijd om met mij te praten. Priscilla, je bent door het hele huis te horen. Kunnen we nu met elkaar praten? Snel, pak iets te eten. Kom in. Lucinda, wacht nou. We gaan ons niet verstoppen. We eten gewoon hier.